Ja, ik ben Bert Maas en ik ben een van de eerste mippers van de provincie Brabant. En ik heb gewerkt van 1979 tot 1992. Dus in die tijd heb ik door Brabant gezworven, meestal op de fiets en alle panden van de middeleeuwen tot 1940 beschreven. Die ik tegenkwam. Ja, Baterdorp heeft voor mij wel iets bijzonders. Het was eigenlijk mijn laatste opdracht om te inventariseren. En ten dele ook al voor de selectieprocedure. Begon toen net in 92. En ja, voor mij was het in die zin bijzonder. Als je hier voor het eerst komt, dan denk je, ja, wat moet je hiermee met vanuit monumentenzorg? Maar als je er iets langer naar kijkt, dan is het eigenlijk toch een prachtig stukje cultuurgeschiedenis. Uit de eerste helft van de 20e eeuw. Een fabriek die ja, toch hele luxe arbeiderswoningen neerzet in een wijkje. Mijn taak was eigenlijk in eerste instantie om ook het historisch groen erbij te betrekken. En in die zin was dat van mijn vak uit. Ik ben eigenlijk bioloog. Toevallige omstandigheden in de monumentenzorg terechtgekomen. Dus ik was ook wel gewend om panden te inventariseren. Maar het idee was om ook dat groen erbij te betrekken. En daarin is Brabant nog steeds, en zeker in die tijd, uniek in geweest. Dat ook erfbeplanting, laanbomen, heggetjes die nog een beetje bij de oorsprong van het pand horen, dat die ook bij de beschrijving werden meegenomen. Nou ja, voor mij als bioloog was het natuurlijk ook toch een heel bijzonder project. In die zin, dus er was de vraag ook naar het historisch groen. Wat voor mij natuurlijk interessant. En ook een enorm leerproces dat je als bioloog ook leert denken in tijdsbeelden, in ontwikkelingen, in geschiedenis. En van hoe is een bepaalde dorp tot stand gekomen? Hoe is het landschap? Daar hebben wij natuurlijk in onze kaartbeelden. Hebben we dat ook steeds per gemeente een beetje ingekleurd. Van hoe is de ontwikkeling van zo'n dorp. En daar heb ik eigenlijk ook, later ben ik eigenlijk weer in mijn vak meer met bomen en bossen en heggenlandschappen ben ik bezig geweest als eigen bedrijf. En dit hele MIP-project was voor mij toch een enorme eye-opener van hoe je naar dingen kan kijken ook. En ja, als je kijkt naar wat heb je bereikt, het feit dat het MIP al die panden in beeld heeft gebracht, is natuurlijk zo al een belangrijk document. Een enorme plank vol met rapporten, per adres, toch redelijk gedetailleerd. Dat blijft toch een document, denk ik, ook met alle foto's en dia's erbij, blijft toch waardevol. Ik denk dat daardoor ook wel het een en ander beter beschermd is geweest. Ja, wat ik ook zou willen meegeven is meer aandacht voor het groen. Groen is toch een belangrijk onderdeel van huizen, van het erf, van tuinen, van straatbeplanting. Nou, we hebben hier net nog even rondgelopen in Baterdorp. We hebben één originele boom nog gezien, Amerikaanse eik uit de jaren 30. We hebben één originele meidoren nog gezien. Ook dat zijn natuurlijk aspecten die het beeld... het authentieke beeld toch erg bepaald hebben, dat groen. En daar zou natuurlijk veel meer aandacht voor moeten komen. Zouden ook kwekers in geïnteresseerd moeten zijn om die oude variëteiten weer op te kweken. Is een markt, is een niche, ook in de opleiding. Er is in Nederland geen enkele opleiding voor historisch groen. Dat is ongelooflijk. En wel voor groen in het algemeen en aanleg en zichtassen en dat soort dingen. Maar het specifieke... historisch groen is geen opleiding, ook geen universiteiten. En dat is toch een gat in de markt. Er is wel een behoefte voor die authenticiteit ook.